Welkom iedereen bij een nieuwe video. En ik heb hier een doos van Motorola. En het gaat over hun G100 smartphone die ze dus recentelijk hebben uitgebracht. En ik heb dus een mooie doos ontvangen. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal in zit, want dit is niet alleen de telefoon. Ik verwacht wel dat er wat meer in zit. Dus ik ben benieuwd. Het is een 10-jarig bestaan volgens mij van de Moto G-series. Dus ik ben benieuwd. En Melanie, die gaat het unboxen, want zij houdt van unboxen. En ze geeft ook een live commentary, wat ze heel spannend vindt. Ja. Dus. Dat hebben we niet. Mel, dat hebben we niet. Ik neem het over. Dat hebben we zeker over gesproken. Ik doe al een live commentary mee, oké. Daar heeft Mel niet de doos geopend. We hebben een magazine. Dat staat er echt van in. You don't know. Nee, ze maken zich gewoon een dingetje open. Oh, we hebben ook nog een stripboek erin. Holy shit. Een klein 1 bladzijde trouwens. En we hebben... we hebben 3 paar sokken, hel je. Laat ze even snel, goed voor de camera zien. Even, ik pak ze allemaal. Heel snel. Ik kan het niet bijhouden meer. Ik moet ze allemaal even pakken. Oké. Dus we hebben hier... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 en 10 paar sokken. Nou, wij komen weer levenslang ermee door. En we hebben... Snoepie. Lekkere snoepjes. Met, Wat is het? Staat op een kaartje? Denk ik of niet? Ik kan niet zo goed op focussen. Oké. Maar goed, we hebben dus een soort van jelly beans achter. Nee. Het zijn gewoon andere snoepjes. Ik weet niet wat het is. Oké. Nice, lekker. Kan ik weer dik worden? In deze coronatijden, wat ik al ben. Oké. Yeah. En wat hebben we daar? Ik heb geen flauw idee. Motorola heeft wel vaker. Net zoals die andere pillen die we toen gekregen hadden. Ja. Ik had een soort harde zoutdingetjes. Zoutdingetjes? Zuig. Oh, zuigdingetjes. Nou, die zijn voor jou dan. Wat is dat? Wat is dat sens van voor dingen? Dat zijn... Ja, ik weet niet hoe dat heet, maar dat is met honing met van die sesamzaten. Oh ja, die vind ik op zich wel lekker. Nee, het zijn geen sesamzaten. Nou ja, ik eet ze wel op, komt goed. En als ik ze niet lekker vind, dan houdt het op. Nootjes. En hebben we nootjes. Oh, je gaat zo snel, Mel. Je beweegt me. Nee, oké. Dat zijn ook dingetjes. En wat hebben we daar? Wat is dit? Een dingetje. Meet the most powerful Moto G ever. Klinkt heel belovend. Ik heb denk ik zo'n koude naam. Oeh, wat is dit? Say wat is hello. Dit? Say hello to the most powerful Moto G ever, once again. Oh, het is een boekie. Nou, Mel verwacht een kauwgom. Helaas is het geen kauwgom. Ik verwacht niet kauwgom. Jawel! Wat een... Je zei het leek op de Oké. Oh, wat is dat? Carmelo chocola... Oh, we hebben chocolade nog. Ik weet niet. Ik denk niet als je normaal deze Moto G100 koopt in de winkel, dat je deze hele box krijgt. Volgens mij krijgt de pers dat alleen, zeg maar. Dus oh, wij, coole, wij krijgen de coole box. Moto weet me wel goed dik te houden deze zomer nog steeds. Ik ging voor die fit body, maar dat houdt nu ook maar op. You don't get it. Nee, dat is geen optie, hè? Dat is geen optie. Niet. Absoluut niet. Oh, holy shit. Ik hoop dat ze gewoon even puur zijn, die bestanden. Laat eens even goed zien aan de camera. Oh. Maar het zijn niet zoveel puur als ik het zo doorkrijg, dus het is extra veel voor mij. Ja. Normaal niet. Oké. Moet delen, Sander. Delen doen we niet. Het is alles voor mij en degene wat ik niet lekker vind mag jij hebben. Dat zijn de pure. Ja, dat zijn de puur. Oké, ik hou dit wel even. We hoeven geen sokken te kopen, maar nu komt het. Nu komt het echte, dat is de smartphone. Oeh, daar is al een stukje open. Het komt wel. Vanzelf.
Ja. Oh. Twee. De andere is zeker een... Ah. Een kabeltje met HDMI-kabel inderdaad. Want je kan deze telefoon blijkbaar ook als computer gebruiken. Dus dan sluit je het aan op je computer of op je scherm. En dan heb je gewoon een volledig scherm en dan kun je zo je telefoon gebruiken op volledig scherm en shit. Best wel interessant. Die feature gaan we natuurlijk even nog behandelen in de review zelf. En daar hebben wij de telefoon. Met een hoesje al voorin geïnstalleerd. Dat is wel nice. Dat is wel nice shiny. En natuurlijk, een review komt hier binnenkort van online. Dus stay tuned for that. En dat is ook de video. Dus jongens, denk even te kijken. En hey, dit is mijn camera, vrouw, hè? Maar het outro gaat juist weg. Ik dacht gewoon maar even zo leuk heen, maar jij ging een dikke lange outro erbij doen. Oké, okay, toen ja, opnieuw. Maar goed, dit was dus de video. Review komt binnenkort hiervan online op mijn YouTube-kanaal en mijn blog. Dus houd dat in de gaten. En ik zie je allemaal weer in de volgende video. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.